Hulpdienst is in maandagavond ter plaatse gegaan op de stationsstraat in Tegelen. Daar stond een vrachtwagen geparkeerd en daar kwam een lekkende vloeistof uit. De brandweer nam het zekere voor het onzekere en heeft de straat afgezet. In het verleden zijn er wel dukker vrachtwagens met drugsafval ontdekt. Dat was hier echter niet het geval. De bruine vloeistof die uit de oplegger liep, bleek namelijk champignonmes. De wagen had eerder champignons vervoerd en mogelijk dat het mes nog was achtergebleven in de vrachtwagen. Gevaarlijk was dat echter niet, dus kost de brandweer weer terug naar de kazerne.